vandaag de vierde etappe van de Tour, de ploegentijdrit met start en finish in Montpellier. Erik Breukink, ploegentijdrit, een discipline waar Nederland en jijzelf ook best wel goed in was ooit. Ja, goed, dat is inderdaad waar. Hè? De rallytijd werd er een Panasonic. Maar goed, we hebben een sterk team en we gaan kijken hoe ver we kunnen komen. Als we richting de top 5 gaan, dat is reëel om als doel te stellen. Uw ochtendtraining al wat malheur voor de Rabo. Stef Clement valt. Hij zou later ook moeten lossen in de wedstrijd. Ook Menchov valt al vroeg in de rit in de tweede bocht. Hij loopt wat schaapwonden op, maar kan door. Schade valt mee hoor. Wat schaafwonden op zijn heup, zijn schouders en elleboog. Mede doordat dit keer mechanieker Van Gogh snel ter plekke is. Ja, dat is intuïtie. Dat denk je niet eens bij me na, dat doe je gewoon. Ander slachtoffer van de dag, Clement. Hij mist een bocht en valt in het gras. Hij is gevallen in die bocht waar B-box ook zo... Die vielen met z'n vieren erin. Schade valt ook mee. De jongens, de keiharde jongens, die kennen dit allemaal. Als we niks breken, valt de schade mee. Hè. Dus die schaafwonden, de behandeling daarvan kennen we natuurlijk. Daar zijn we in getraind. Robert Geesink zat er ook goed doorheen na de rit. Van tevoren meer van verwacht werd. Over een parcours waar het laatste woord nog niet over gezegd was. Dennis had denk ik 2 of 3 plekken voor me. Ik weet niet precies, maar in ieder geval, ik remde zelf al en ik gleed ook al. En ik zag Dennis gewoon onderuit glijden. En die bocht lag zeg maar zo af. Dus ja, dan heb je een stukje minder grip. En ik denk dat het wel dat het iets gelegen heeft. Zo. Ja, wat precies, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het was in ieder geval glad. Kwamen jullie daarna nog in een ritme? Ik zelf in ieder geval niet meer. Maar dat had denk ik niet daarmee te maken. Was gewoon, waar wel? Dat was gewoon de minste, denk ik, vandaag. Onze groep. Als ik naga van gisteren dat we 20 kilometer verplaatsing hebben naar het hotel, waar we 2,5 uur over doen. Stef valt, Mensje valt in de eerste bocht. Ja, dan zit de schrik er natuurlijk al zit de schrik er goed in. Een beetje wet van Murphy, hè, lijkt het wel. Nou, ik moet zeggen, na een kilometer wedstrijd dacht ik precies hetzelfde. Ik zei, ja, volgens mij is alles tegen hier. Maar ik denk dat we het beste ervan gemaakt hebben. Ik bedoel, de eerste kilometer is gewoon even ritme zoeken. Ja, en je moet toch gewoon ervoor gaan. Ik denk dat we dat hebben gedaan. Yourself, you still believe in it? Ja, I have to do it, no? Because, like I said, it's too early, no? Too early to say, well, okay, it's finished, no? If it's all concurrence says the same, so it's really finished, no? I think more or less 3, 4, 5 GC riders in more or less the same situation, no? So we have to still have to struggle.